Yannick, ik ben toe aan vakantie. Ben je ook toe aan vakantie? Ja, tuurlijk, altijd. Maar heb je altijd een vakantiebestemming, een vaste vakantiebestemming waar je heen gaat? Ja, ik heb ook een vakantiebestemming, maar ook een vakantiebestemming. Dat is wel handig. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Alleen, het is wel één ding waar ik altijd al op vakantie had gewild. En dat is, waar wil jij heel graag heen? Naar Peru, naar de jungles van Peru, naar Machu Picchu. Peru. Maar is dat dan geel, oranje, blauw, groen? Geen idee. Weet ik niet. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Kun je nog een leuk dat kan in, gewoon. Kun je nog een leuk stekje in Peru? Een leuk stekje in Peru? Nou, we kunnen naar Lima. Oké. Okay. Naar Lima gaan. Ja? Ja? Prima. Kun je dat regelen? Ja, kijk, weet je, dat doen we gewoon zo. 3, 2, 1 en dan springen we zo. Moeten we zelfs mee springen? Oké. Okay. Ik weet dat je dan door het plafond heen gaat. Ja, precies. Dat is altijd gevaarlijk, maar als jij zegt dat dat kan, dan doen we het gewoon. 3, 2, 1. Ja! Nou, dit moet het dan zijn. Kijk man, we zijn nog niet in Lima. Nee, we zijn dan meer in de jungle. Heb je die coördinaten weer verkeerd ingevoerd? Ik denk het wel, ja. Maar eens kijken. Wil je horen? Hoor jij ook die muggen? Ja, die zit er volgens mij eentje. Nee, niet daar. Oh. Nou, ik ben wel blij dat we die dingen opeens hebben. Dat je dat er dan wel bij krijgt. Ja, dat denk ik ook. Hé, maar zullen we even verder gaan dan? Ja, laten we het hier maar een beetje onderzoeken. Maar, daar. Wat zit er nou? Daar. Iets heel groots. Doemt hierop. Het is warm, zeg je? Ja. Hoe het heet. Het is ongelooflijk. Maar voor mij is dat een heel grote tempel. Is dat een tempel? Ja, dat zou zomaar kunnen. Want dat is het verdwenen eiland Kivamba. Een boek, De Tempeljagers, van Michael Reeves. Als je dat leest deze zomer, in de Lekker Lezen weken, dan kun je zomaar het avontuur van je leven gaan beleven. Samen met Noah en Finn, die dat eiland dus gaan zoeken. Het verdwenen eiland Kivamba. De Tempeljagers. Ik heb een paar muggen gedood. Ondertussen, toch fijn. Kijk, dat ik dan het praatje knettert, kan doen. Het ja. Knettert. Elektrische vliegen met het. Ja, en nu is de batterij dood. Toch fijn dat je het praatje even kan houden. Maar ondertussen is er misschien iets in deze jungle wat jij zoekt, Yannick? Nou, ik ben op zoek naar een hele bijzondere bloem. Niet zomaar een bloem dan, denk ik. Nee, een verloren bloem van de sjamaan. Want als jij de Lekker Lezen Week nou echt, echt een mooi boek wil lezen, dan moet je de verloren bloem van de sjamaan lezen. Lees het verhaal over Laila en El Rato, waarbij Laila gered moet worden vanwege haar ernstige ziekte. En gaat dat lukken? Dat is natuurlijk de vraag. Dat weet dan lees je in de verloren bloem. Wij hebben de zomervakantie de tijd voor. Fantastisch. Dan, hè? Ja. Nou, ongelooflijk. Dus we hebben al 2 boeken hier ontdekt in deze jungle. Inderdaad. Zou er nog meer verstopt zitten, denk ik? Ik weet het niet. Hoor je dat geluid? Ja, dat ik ben bang. Hoor je het schudden? Het schudt helemaal. Het schudt helemaal. Ja, dat kan maar één ding zijn. Ik hoor een olifant. Een olifant. En goed dat je dat zegt, want het boek Het meisje dat op een olifant ontsnapte. Dat is ook een hartstikke leuk boek om te lezen tijdens de Lekker Lezen Weken. In de zomervakantie kun je aan de slag met Kaya, die juwelen steelt van de koningin. Geniet zomaar. Oeh, daar is hij. Ik moet het snel afmaken. Een meisje dat juwelen steelt van de koningin, dat is om een dorpsgenoot te redden van de ondergang. Want die heeft een operatie nodig en met de juwelen kan ze dat betalen. En vervolgens ontsnapt ze met de olifant van de koning. Ja. En dat moet je beleven. Dus het meisje dat op een olifant ontsnapte, moet je lezen. Sander, heb je het niet een beetje warm? Ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje zat hier. Ik ben er echt spuugzat. Waar kunnen we even heen? Misschien even iets zomers zonder zoveel muggen en bladeren om ons heen. Misschien kunnen we naar Alaska. Alaska, een stukje kou, hè? Maar laten we het maar gewoon doen. Yes. 3, 2, 1. Jeetje, wat een kou hier. Heel koud. Die jungle was misschien een beetje te warm, maar dit is wel heel erg koud. Ja, en we zijn natuurlijk hier in Alaska om voorwege een boek. Alaska? Ja, tuurlijk. Voorwege... Maar Alaska ging toch helemaal niet over de kou? Nee, daar kwamen we later ook achter. Maar wil jij een heel erg goed boek lezen over Sven en Parker en over een hele magische hond eigenlijk en wat die twee kinderen met elkaar te maken hebben en wat ze eigenlijk met elkaar verbindt, dan moet je het goede boek lezen van Anna Wolfs, Alaska. Maar zijn er nog meer boeken die we hier moeten ontdekken? Want ik wil liever terug naar waar het wat warmer is. Nou, ik denk dat ik nog wel een boek heb gevonden. Maar dan moeten we eigenlijk even naar Rusland. Naar Rusland? Ja, naar Rusland. Maar ja, ze kunnen ook gewoon hier doen. Daar is net zo koud. Ik vertel hier, maar ik ga niet nog een keer naar de kou. 2 fonkelrode sterren in de blinkend sneeuw is een boek van Davide Morisonotto. En Davide Morisonotto schrijft over Victor en Natja. En Victor en Natja zijn tweeling. En op een dag breekt de oorlog uit. En ze worden gesplitst. Zonder dat ze dat willen. Victor komt helemaal in het zuiden terecht, Natja in het noorden, komen ze elkaar weer tegen en op welke omstandigheden leest dit boek goed boek. Oké, okay. Nou, toen hebben ze al een paar poppers gegeven. Het is echt kijk, voel mijn vingers even, niet meer, Sander. Voel je dit nog? Nee. Oh jee, dan moeten we heel snel naar iets warms. Laten we gewoon lekker naar het strand gaan, Spaans strandje.
Zullen we dat pakken? Nou, Vriekstreuntje? Nee, ik denk een Costa. Zullen we dat doen? Ik krijg het al warm van de gedachte. Laten we maar snel ingaan. Ja? 3, 2, 1. Haha, dit is beter. Voel je vingers alweer. Wat doe jij nou opeens in je hand? Ik heb een lekkere cocktail gepakt. Nou, die neem ik ook. Lekker. Mooie ananas. Maar weet je, dat is hier heerlijk. We zijn echt mooi in het strand, man. Ook wel fijn dat in één keer dan die goede kleding aan is. Dat is mooi, hè? Het enige probleem is, ik kan hier nergens mijn spullen kwijt. Het lijkt hier wel een dictatuur. Ja, nou, een dictatuur. Leuk dat je dat zegt. Want als je wil lezen over een dictatuur, dan is daar de Costa Banana-serie van Joshua Douglas. Een fantastisch verhaal over Rosa en Fico en president Pablo Fernando, die een dictator is op een eiland. Maar het is eigenlijk een hele gekke dictator. Want die wil zichzelf op een melkpak hebben, op een crustypak. En hij heeft allerlei gekke dingen in gedachten voor zijn eiland. En ja, dat moet je beleven, want het zijn hele spannende, maar bovendien vooral grappige avonturen. En Yannick, wat ruikt het lekker, die zonnebrand? Heerlijk, hè? Wat voor factor heb je opgesmeerd? 80. 80, nou, ik kan niet. Anders bleef ik hier niet. Kan ik goed genoeg jezelf beschermen tegen die zon? Hè? Zeker niet. Maar ik heb het idee, Yannick, want ik zat net een beetje naar die zee te kijken. We hebben wel een plekje. Klopt het? Nou, we hebben hier een plekje geclaimd. Ja, soms moet je dat gewoon doen. Maar zie jij daar in de verte misschien hetzelfde als ik? Of zie je dat niet? Ik zie dat stipje daar. Dus er komt iets dichterbij. Volgens mij heeft er zoiets daar. En het, voor mij is dat geloof ik een... Is dat niet gewoon een vlak met een mus erop? Ja, daar lijkt het wel ook op. Piratenvlagachtig. Ja, want als je nu deze zomer echt niks te doen hebt... Of eigenlijk wel, maar dan moet je alsnog dit boek lezen. Mus en kapitein Kwaadbaard. Mus en kapitein Kwaadbaard gaat over Mus en kapitein Kwaadbaard. Daarom weet ik dat. En Mus die gaat naar Kwaadbaard toe omdat haar eigen dorpje gegijzeld is. En Kwaadbaard kan er wat aan doen. Gaat hij wat aan doen? Lees dat hier in het prachtige boek Mus en kapitein Kwaadbaard. Nou Yannick, ik denk dat we wel genoeg tips hebben gegeven. Yes. Voor een lekker lezenweek om die een beetje af te trappen. Zeker. Het zijn nog maar een paar boeken, er zijn nog veel meer tips die we kunnen geven. Kun je natuurlijk op onze website zien. Wij gaan hier nog even lekker zongen, want Yannick heeft zich net met factor 80 ingesmeerd. Dat moet ik ook maar even gaan doen voordat ik zo rood ben als een kreeft. En dan hopen we dat jullie wat leesplezier hebben. Ja, geef maar alvast wat. Oeh, ja, dat lukt er niet. We zien jullie volgende keer weer bij een video. Dag. Doei, veel plezier hè, met lezen.